8 april 1884 hebben een aantal personen een vereniging opgericht. En die club is Hermes DVS. De club bestaat op 8 april 2024 precies 140 jaar. En dat begon allemaal met de sport cricket. En in 1890 kwam het voetbal erbij. Nu is het veel meer. Nu is het ook een natuurlijke voetbalvereniging. En we hebben de sporten rugby en squash bij de vereniging gehaald. Nou, we staan hier op 3 grasvelden. De cricketkooi zie je daarachter. Prachtige oefenfaciliteiten. Hier midden op het veld een graspitch met Engels klei. Waar we internationale wedstrijden op kunnen spelen. En natuurlijk worden er op de grasvelden ook gewoon gevoetbald. Achterste grasveld is helemaal ingericht als rugbyveld. Met de rugbygoals. En daar wordt elke zaterdag driftig gebruik gemaakt, vooral door de jeugd van het rugby. Voor Hermes is het dus een feestjaar en dat begon met een squash toernooi. En dat was een heel geslaagd toernooi met toch wel behoorlijk wat aandacht vanuit de buitenwereld. Squash is afgerond met een winnaar uit Egypte. Hij stond in de finale tegen een Nederlandse jongen en hartstikke mooi toernooi geweest. Straks krijgen we cricket, we krijgen rugby, we krijgen voetbal uiteraard. En het aardige van dit soort leeftijden is dat er andere clubs uit Nederland ook een bepaalde leeftijd boven de 100 jaar hebben. Die hebben we dan ook specifiek uitgenodigd om hun elftallen te sturen om dat toernooi mee te maken. Het grootste project dat ter ere van het 140-jarige bestaan wordt georganiseerd is een feest. Daarnaast komt er ook een podcast over het heden, verleden en de toekomst van Hermes DVS. Waarbij mensen aan het bod komen die of een hele historie hebben met 70 jaar lidmaatschap. Die in het Nederlands elftal gespeeld hebben, die van voetbal. Die een crickethistorie hebben heel lang terug. Waarvan opa, de dochters, de schoonzoon en de kleinkinderen allemaal bij Hermes hun rol spelen. En ja, daar kijk ik wel naar uit hoe dat ontvangen wordt. Want je kan natuurlijk zeg maar je historie op zolder hebben liggen met fotootjes en met verhaal. Maar het mooiste is om het verbaal beschikbaar te hebben straks via de site. En ook de komende jaren zien er volgens Martin goed uit. We spelen met cricket in de topklasse. Ik ben te ambitieus als ik zeg dat we voor het landskampioenschap gaan. Maar we gaan zeker een rol spelen met het cricket. Voetbal heeft al een paar keer op het punt gestaan om naar de derde klasse te promoveren. We staan op dit moment met nog 4 wedstrijden te gaan. Eerste in de competitie. Nou, dat kampioenschap dat gaat er komen. Daar heb ik alle vertrouwen in.